Zo. Vandaag gaan we dus werken met de alginten. Wat we daarvoor nodig hebben, is een blaaspijpje. Een braaier. Clarity heb ik gebruikt van Carpet. Dat is super smooth, die waait 250 gram. Dan heb ik een stenseltje nodig. Ik heb de stempels nodig waar ik vandaag mee ga werken. Dat zijn deze stempels. En de boom, ook van Clarity. Het lipopapier hebben we nodig. Ik ga even iets beter stellen. Zo is die beter. En we hebben van die mini smoothies nodig. Alcoholinkt hebben we nodig. Die heb ik gewoon gebruikt. 96%, dat moet dus wel, van het kruidvat of van de action. Maakt helemaal niks uit. Doe je gewoon in een klein flesje, kan je het zo gebruiken. We hebben de alcoholinkt relief nodig. We hebben alcoholinkten nodig. Ik heb ze natuurlijk alvast voor u klaargezet welke we gebruiken. Dit is de azuur. Dit is de fern. Dit is de honey. Dan heb ik nog de cloud, dat is de inkt pearl. Dan heb ik nog de pesto. En ik heb nog de sangria rood. Die gaan we vandaag gebruiken. En dan deze. Nou, ik heb alles laten zien wat we... Oh ja, natuurlijk. En we gebruiken nog de inkt om straks op te stempelen. Die was ik even vergeten. U weet niet wat u nodig hebt. Even erop leggen zo. Ja, ook altijd een paar gewoon plaatjes neer. Dan gaan we beginnen. Met de jupo-papier. Dit is het jupo-papier. En dat gaan we nu eerst even de inkt. Ik doe eerst altijd even. Ik zal het zo nu voor u neerleggen. Dan is het misschien beter te zien. Gewoon. Spuit ik er wat inkt op, wat alcohol op. Voor mijn ogen gaat geloof ik ook wat. Ja, als ik het verkeerde kantje neem, dan gaat het nooit natuurlijk. Maar nou is deze in ieder geval lekker goed ingetrokken. En dan gaan we gewoon wat kleurtjes overheen doen. Ik begin hier met de groen. Daar doe ik wat geel tussen. En zo kunt u gewoon spelen met welke kleuren u leuk vindt. Maakt helemaal niks uit. Ik ga hem nu wel even op een blaadje leggen. We kunnen hem nu vast zo een beetje doortrekken. Of zo. Ga ik nog wat lichter groen in tussen doen. Ik
het is maar net natuurlijk wat je wil maken. Ik wil nu een landschap gaan maken. Dus gebruik ik deze kleuren. Bovenkant een beetje maken. Ik doe hier nog een beetje rood. En doen we hier blauw. En een beetje. Dit is een peul, die moet je altijd even heel goed schudden tot dit allemaal weg is. Dus echt alles. Kijk, dan zie je het ook, zie je? Dan is die helemaal. En dan kan je hem gebruiken. Nou, dit is de cloud. Oké, nou, die gaan we ook even zo. Dan spuiten we dat zo helemaal mooi even. En dan willen we er wat meer kringeltjes in. En dat vind je mooi. Dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we een ik ga eerst met dat blauw werken. Ik doe het altijd op de petjes van Clarity, omdat ik die prettiger vind werken. Ik leg daar gewoon, ik heb daar een hoe heet dat? Ik kom even niet op het woord, jongens. Ja, kom je straks op. Waar dit gewoon, klittenband, hè? Klittenband opgedaan, daar doen we dit op. En dan gaan we even werken met de alcohol inkt. Die doe ik ook gewoon zo weer op. Sprenkelen. En dan gaan we. Kijk, zie je? En zo krijg je wat meer kringeltjes. Ik ga gewoon zo door. Zeg ik nou, ik vind dat te rood. Dan struppelen dit er gewoon zo overheen. En we pakken een tissue en het wordt veel lichter. Hem te donker, nu het zo. En dan doen we daar gewoon weer wat blauw op. En hier nog wat geel.
Dan zie je dat je gewoon lekker kan spelen met de kleuren die je zelf leuk vindt. Kijk, en hier doe ik nog een groen. Nou. Dit blaas ik naar boven. Zo, en dat ga ik ook weer even. Zo, en dan moet ik nu even groen nemen. Dus dat is deze. En dan ga ik hem hier doen. Nou, als je hem dan mooi vindt, oké. Zeg je, nou, ik vind hem zo mooi zat. Of wil je nog wat geel in? Kan dat ook nog. Kan je zo lekker door laten lopen in de kring. Maar je kan ook zeggen, ik doe het zo. En als hij dan helemaal naar uw zin is, bij je zin is, dan haal ik dat even weg. Ik haal dit ook even weg. Dan gaan we hem even droog blazen helemaal. Je kan het ook met de retool doen, maar dan heb je heel snel kans dat je dat jupo gaat... Ja, omkrullen, omdat het toch een soort ja, plastic is. Dus dat kan je beter niet doen. Je kan het beter zo doen. Nou, kijk, dan kan je zien dat hij droog is. Kijk maar, zo goed als. Hier nog even. Nou. Nou zie je dat die haast droog is. Wat we nu gaan doen is alcohol erin te opdoen. Zorg dat je je braaier hebt. Kartstok wat je wil. En dan gaan we hierboven gaan we die lift doen. Oké. Dan gaan we uitstrijden. Deze leggen we even zo weg. Die moeten we straks gaan. Dan gaan we deze erop leggen. En dan gaan we flink aandrukken. Hier naar plastic. Ik doe dit altijd even. Zo. Ik pak een andere braaier. Niet waar ik net mee heb gedaan. En daar ga ik hem overheen. Zodat de inkt goed kan pakken. Heel rustig.
zodat de inkt de tijd heeft om op het andere papier te komen. Nou, dan ga ik deze weer even dichtmaken. En dan gaan we kijken of het is gelukt. Ja, kijk eens mooi. Is dit je achtergrond geworden? Is die mooi of is die mooi? Nou, deze leggen we opzij, want die hebben we nu niet meer nodig. En dan gaan we op deze werken. Wat ik als eerste ga doen, is hier een stempel opzetten. En dan stempel ik hier. Zie je liggen. Yes. Ik ga met deze stempels schrijven. Dus deze doe ik hierop. Ik beïnkt hem met zwart. Hier ergens plaatsen. Ik ga eens kijken. Zou ik het niet doen? Nee, ik doe even kijken. Nee, ik doe hem hier. Ja, hier komt hij. Nou, die druk je goed aan. Ja, ik gebruik altijd de VersaFine omdat die heel snel droogt en die kan tegen alcohol. Die gaat niet bloeden. Als je een water op waterbasis gebruikt, dan vervloeit die. Dan wordt het heel lelijk. Kijk, dat is super. En wat ik nu ga doen, is met groen. Gaan we daar een heuvel maken. En die wil ik zo. Ja, zo. Dus dan pak ik mijn groene. En ik ga kijk, daar hebben we een mooie heuvel. Even zo neerleggen, want ik wil daar nog even met... met blauw overheen. Met twilight. Dus, dan kun je zo. En dan gaan we een heel klein stukje.
Hier staan die bomen er mooi op. En de heuveltjes staan er mooi op. En dan gaan we de konijntjes zetten. Hier zo, ja. En die zwart hebben, dus deze nog even dicht om de verwarring te voorkomen. En die ook. En dit is mijn zwart. En ik ga het ook even klein. Nou, deze kan er wel af dan, maar nee, ik wil die klein nemen. Ik ga hem even pakken. Zo. Nu gaan we hem anders omleggen. Zo een beetje nu. Omdat ik een nieuwe set is, probeer ik hem dan eerst altijd even uit. Ja. En dan staat hij net de verkeerde kant op. Dus ik heb toch die andere nodig. Ik moet een spiegelbeeld denken natuurlijk. Dus ik ben blij dat ik het nu even zo zie. Dom. Ja. Ik doe hem hier. Goed drukken. Zo. Nou, dan zie ik dat ik hier nog iets groen moet hebben. Okay. Dus dat komt, doe ik dan nog een beetje zo. Even kijken, hij was zo, nee, hij was zo. Dus dan komt hij nog een beetje zo. Maar gewoon. Zo. Die is klaar. Dan wil ik hier een zo. Zo. Ik doe het zo. Zo. En wat doe ik dan? Ik pak hier even een maskje op. Nee, dat zit niet helemaal goed.
Zo. Dan gaan we deze er zo op leggen. Nee, deze komt zo. En dan gaan we dat ook weer met groen doen. Dat is mijn blauw, dit is mijn groen. Ook nog even met. Dan krijgen we zo. Ja. Heel klein beetje blauw. Kijk, was dit hem nou? Ja, ja. Nee, wel. Oh. Nee, dit is zwart. En deze heb ik. Zo. Nou, dan is dit ook weer zo klaar, ziet u? Hoe mooi dat wordt. Nou, dan gaan we nog een, gaan deze er weer af. Kijk, huppatee. Dat doen we weer voor de volgende keer. Dingetje. En dan gaan we een ander konijntje pakken. En dan doen we deze. Die zit. Even kijken. Zo, dus dan hadden we deze. En dan gaan we hier, gaan we dit konijntje, eekhoorntje doen. Zo hier dan, of hier. Ik denk dat we hem daar doen. Dus dan pakken we weer. Stop in. Het kaartje, die doen we weer even zo. Oké. En dan gaat deze hierop met zwart. En dan drukken we. Hier zo. Nu doen we dan ook weer een heel klein beetje erbij.
Zo. Is dat ook uit? Zullen we er nog eentje boven? We doen er nog een heuveltje bovenop. Dat is wel leuk. Zo. En die doen we dan zo. Zo, doen we wel weer even toch. Voor de zekerheid dat we daar niet op gaan zitten kliederen. Het maskje daar even omheen. Zo. Dan gaan we met deze werken. Eventjes met een iets donker tintje. De twilight. Zo, kijk eens. Nou, en dan doen we ook nog een konijntje. Wat zullen we daar doen? Een springende. Een springende, die doen we zo. Zo, ja. Dus dan gaat deze weer zo er even op. Ja. Dan moet hij wel echt in de spring zitten. Dit is de zwarte. Ja. Kijken we net aan de zon. Goed, ja. Hij springt hier weg. Niet normaal. Ja, zo. Die springt hij. Dan gaan we nog even de zon maken. Dan doen we hier zo'n beetje tussen de bomen.
Zo. Kijk. Dan doen we daar nog even een vlucht vogels. Oké. Dan gaan we het nu nog een beetje met huis bewerken. Zo, en dan gaan we nu nog even met groen. Ja. Is wat een mooie kaart het zo wordt. Zo kan je hem helemaal zelf bewerken. Ik hoop dat u het idee. Oh ja, we moeten deze nog even afleggen. Zo. Ik hoop dat u hem leuk vindt, dat u ervan genoten hebt, dat u het zelf een keer gaat proberen, want het is zo leuk om te doen. Gewoon even lekker met alcohol inkt. Dan moet je zien wat de mooie resultaten je ervan krijgt. Bedankt weer voor het kijken. En tot morgen. Dan gaan we weer met alcohol weer inkt werken. Maar dan met stencils en op de jellyplate. Ik hoop je morgen weer te zien. Groetjes allemaal. Dag.